don't stop, won't stop. To the clock don't top. Don't stop, won't stop. To the clock don't top. Don't stop, won't stop. To the clock don't top. Don't stop, won't stop. I'ma keep it rocking to the clock don't top. Gewoon interessant om een soort van tools te verkennen waar je meer in sync kan komen. Of wat meer het idee hebt van je bent er met een heel team. Ja. Ook al ben je misschien niet samen aan het werken, dat er toch leven is. Ja. Wel? Ja. Goed. Don't stop, won't stop. Zouden zij een keer een hoe heet dat? Een afbetalingsregeling. Oh, ja. En ze hebben toen heel erg gemerkt dat dat niet voor hun werkte. Oké. Okay. Omdat ze en met de BKR problematiek zaten. Ja. En ze vonden dat ze daarmee een doelgroep aanspraken die ze, waarvan ze zeggen van ja, dat zijn toch niet de mensen die zouden kopen. Dus zij zitten een beetje van ja, we hebben een bepaalde doelgroep en die hebben in principe niet nodig om dit op afbetaling te betalen. Dus het gaat meer om, en ze zijn wat angstig voor het traditioneel retailconflict. Ja. Een kanaalconflict waarin de retailers zijn voor hun belangrijk. Dat, zijn, dat is gewoon hun kanaal. Maar ze hebben wel oren naar die. Ja. En dat is denk ik. Don't stop, won't stop. To the clock, don't top. Don't stop, won't stop. To the clock, don't top. Hey Amanda. Don't stop, won't stop. 95, miss it wild for the night. Hey allemaal, ik ben weer thuis, net gegeten. Dag zit er weer op. Drukke dag geweest, veel geslekt, gebasecamped, gewerkt, support gedaan. En ik had één onderwerp waar ik het nog even over wilde hebben. En dat is remote werken. Wij zijn als firma zo'n remote company. In de zin dat het niet uitmaakt waar vandaan je werkt. En op welk kantoor je zit. En we hebben een kantoor in Rotterdam, naast het Centraal Station. Daar zitten af en toe mensen af en aan. Sommige mensen meer dan minder. Ik denk dat ik ongeveer 1, max 1,5 dag per week op kantoor ben. En de rest ben ik onderweg of werk ik vanuit thuis. Anderen zitten weer meer op kantoor. En sommige mensen komen nauwelijks naar kantoor. Bijvoorbeeld eentje in de 2 weken of zelfs 1 in de maand. Om even bijvoorbeeld bij een monthly town hall die wij hebben of een ander evenement gezellig mee te doen. En dat werkt heel goed, want in een remote bedrijf hebben mensen heel erg de vrijheid om zelf hun eigen tijd te bepalen, naar de tandarts te gaan, voor hun kinderen te zorgen. Nou, noem maar op, je hoeft niet continu fysiek aanwezig te zijn om je werk te doen. En ik denk dat dat een aantal voorbeelden heeft. 1, je wordt niet gestoord. In een normale kantooromgeving word je altijd wel makkelijker gestoord. En 2, je kan echt focus time voor jezelf zoeken door gewoon even al je communicatieapparatuur voor een aantal uur uit te zetten en dan aan het werk te gaan om echt iets te doen. Want echt werk gebeurt niet met continu storen. Echt werk, als je echt iets intelligents moet doen, iets dieps, iets moet schrijven, iets moet programmeren, dan is het beter als je gewoon een paar uur in die zone kan komen met muziek op of iets anders en dan kan werken. Maar als remote bedrijf betekent het ook dat je een remote team hebt. Ofwel, als je elkaar alleen maar spreekt via chat, Basecamp of andere tools, dan raak je sneller in een soort van sociaal isolement. Nou, bij anderen leeft dat probleem meer dan anderen. En je moet er als bedrijf denk ik wel voor zorgen dat iedereen de leukste werkomgeving kan hebben. Nou, de afgelopen jaren hebben we intern al vaak veel discussies gehad over hoe doe je nou remote werk? Moet je nou wel een kantoor hebben of niet? Maakt dat uit? Verpest dat het voor anderen die niet zo vaak op kantoor zijn? En daar proberen we eigenlijk continu de beste weg in te vinden. En vooral de laatste tijd hebben we geconstateerd dat we de beste asynchrone maand eigenlijk gedraaid hebben de afgelopen maand. Door veel op schrift te doen, veel in Basecamp project management tools, minder te grijpen naar one-on-one chats of telefoongesprekken. Want one-on-one chats of calls die waar andere informatie missen, zijn echt killing voor een remote cultuur. Want dan blijft de informatie verborgen in plaats van dat het publiekelijk met elkaar in het team gedeeld wordt. En dat was de afgelopen maand heel goed. Alleen, en dat is het interessante, dat zorgt er wel voor dat je met z'n allen in het team individueel elkaar minder spreekt of minder sociaal spreekt, minder kleine dingetjes met elkaar doet. Ofwel dat het sociale isolement hoger wordt. En als dat zo is, sommigen wel meer dan anderen, maar goed, dan kan het zijn dat je, hoe noem je dat, eenzaam niet echt, maar dat je je minder betrokken voelt bij het team. En wij zijn de laatste tijd echt heel erg op zoek naar betere manieren om, ondanks ons remote werk, wat wij echt wel de beste manier van werken vinden, om toch sociale elementen toe te voegen.
Nou, één ding is wat we doen is bijvoorbeeld bij het productteam dat we een Slack day hebben. En dat betekent niet Slack als in luierikken, maar Slack is een chat tool die wij gebruiken. En wij kiezen dan, net zoals dat we vandaag gehad hebben, vorige week donderdag, één dag uit dat iedereen eigenlijk juist wel even heel synchroon werkt. Dat iedereen in Slack channel zit, dat iedereen continu feedback aan elkaar geeft van wat hij aan het doen is. Dat je direct vragen kan beantwoorden en dat we even verwachten dat iedereen er real-time bij is. Om dan de dagen daarna weer lekker de eigen tijd te bepalen. Nou, op zo'n dag was de energie ontzettend hoog. Dus we hebben gemerkt, die behoefte is er. En het uitkomst van zo'n Slack day is ontzettend gaaf, omdat de teamwork en energie op die dag te vergroten. Nou ja, eigenlijk wil je dat effect verlengen. Zeker om mensen die weinig naar kantoor komen, toch dat gevoel van teamwork in een sociale omgeving te geven. Zeker als die dat in hun thuiskantoor of deze situatie niet hebben. En vandaag kwamen we toevallig, of gisteren kwamen we achter een tool. Ik weet niet precies meer wie het deelde, maar iemand, ik niet. In ieder geval iemand anders kwam erbij. Om een soort van virtual presence tool te hebben. En dan bedoel ik niet een Sheldon van Big Bang Theory camera die bij iemand langs rijdt. Maar meer een virtueel kantoor hebben met echte kantoortjes, echte kamers en daarin meteen audio- en chatapparatuur. Nou, daar hebben we er twee alternatieven van gevonden. En vandaag zijn we, gisteren en vandaag zijn we begonnen met, even uit mijn hoofd, zo Coco heet het. Waar je echt letterlijk een soort van kantoorkaart hebt. Ik zal zo in dit filmpje even een screencast editen. Waar je in kamertjes kan zitten. Waar je je headset op kan doen of af kan doen als je muziek wil luisteren. Waar je de deur op slot kan doen. En waar mensen moeten knocken. Nou, het eerste toffe effect daarvan hebben we gemerkt. Is dat als je ziet welke avatars, dus welke poppetjes er allemaal op een kaart staan. Die ingelogd zijn in die tool. Ondanks dat je niet met elkaar in zo'n virtuele kamer zit. Of dat je niet actief met elkaar aan het bellen of chatten of praten ben, geeft het toch een idee van, hey, er zijn andere mensen aan het werk. Ik ben niet alleen op deze wereld, alleen maar mijn eigen dingen aan het doen. En dat creëerde al voor mij een heel gaaf gevoel. Ik denk dat anderen dat in het team ook al voelden. Dus dat willen we graag, zou ik gaaf vinden als we dat gaan toevoegen aan onze way of working. En bijvoorbeeld een leuk ding, in die kantoorkaarten is een soort van public room. Dus misschien zouden wij als team kunnen zeggen, hey, als je gewoon zin hebt in wat sociaal contact, ga gewoon lekker in de public room zitten. Daar kan iedereen joinen, heeft iedereen zijn microfoon open. En kan je gewoon een praatje maken door in je pauze even koffie te drinken. Maar bijvoorbeeld ook als je gewoon een half uurtje aan het werk bent. Je hebt zoiets van, ik moet wat e-mailtjes doen of wat werk waar ik gewoon niet zo super in de focus voor moet zitten. Dan ga je even in zo'n public room zitten en dan praat je gewoon met elkaar. Kan je nog steeds je eigen ding doen, maar je kan af en toe iets vragen of af en toe een grapje maken of af en toe een nieuwe film hebben. Ik denk dat zoiets toevoegen aan ons huidige kantoorcultuur, voor de remote cultuur, super fijn kan helpen. Zeker voor de mensen die minder vaak op het headquarters in Rotterdam zijn, net zoals ik. Ik ben er ook heel weinig, om toch dat sociale contact te hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is om het ideaal van remote werken en productief zijn is super goed. Maar het moet niet het geluk of het plezier in het werken van onze teamleden verminderen. En dat laatste is niet onwijs aan de gang nu, maar het begint wel een beetje te komen. En daar wil ik heel scherp op zijn. Dus ik ga zelf meerdere tools bekijken, maar die Sukoko tool is al een ontzettend goed begin. En daar wil ik de dag even bij afsluiten. Morgenochtend vroeg dochter wegbrengen bij de kinderopvang. En dan weer naar een mogelijk potentiële klant voor ons product Comantly. Producten op subscription. Periodieke basis kunnen verkopen. Daarna nog een lunch met een andere mogelijke partner van ons op subscription gebied. En in de middag ga ik naar Rotterdam om even een management meeting met Robert, mij, Bob en aandeelhouder en adviseur Paul te hebben. En goed, morgen is ook weer een drukke dag. Ik ga afsluiten en ik laat jullie nog even genieten van de mooie lucht. Roll up in my car, don't stop, won't stop. I'ma keep it rockin' till the clock don't stop. Roll up in my car, don't stop, won't stop. I'ma keep it rockin' till the clock don't stop. Roll up in my car, don't stop, won't stop. I'ma keep it rockin' till the clock don't stop. Roll up in my car, don't stop, won't stop. I'ma keep it rockin' till the clock don't stop.